Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 11 september. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik heb hier lekker lange mouwen aan. Ik vind het heerlijk. Ik ben wel even benieuwd wat de temperatuur nu is. Even kijken hoor. Het is 13 graden ook echt letterlijk. Er is ook kans op extreem weer. Dus het is ook echt wel fris. Ik heb een zere hand. Ik was dus aan het dromen. En in mijn droom wilde ik iemand een klap geven. En blijkbaar was ik zo intens aan het dromen dat ik dus echt dit heb gedaan. Zo. Dus mijn hand doet zeer. Want ik ben tegen de ventilator aangekomen. Ik voelde dus dat ik met mijn hand tegen iets van ijzer aankwam. Dat was de ventilator. Dus toen denk ik, hey, dat doet zeer. Raar dat je dan toch echt zo'n beweging kan maken. Omdat je dan in je droom daarmee bezig bent. Heel gek. Dus dat was een beetje apart. Maar goed, ja, je doet er niet heel veel aan. Het zal wel weer overgaan. Maar ik had nu wel even zoiets van, oei, ik voel het wel even. Gisteravond heb ik gewoon lekker naar Goede Tijden gekeken. En daarna naar BNB Vol Liefde. En in Goede Tijden komt dus Katja Schuurman weer. Ze moet nog beginnen met opnemen, heb ik begrepen. Maar ze gaat dus weer daarin spelen. Ik kan me dat allemaal niet zo heel goed meer herinneren. Toen was ik vrij jong toen zij erin zat. Dus dat weet ik allemaal niet meer. Maar we gaan wel zien hoe dat uitpakt. Ja, dat was toen de tijd toen het personage van Julian terugkwam. Ook even de vraag, is dat nog weer leuk? Maar dat was uiteindelijk wel heel leuk. Dus we gaan dat wel zien. Nou, vanavond is de laatste BNB Vol Liefde. Waarin de keuzes worden gemaakt. En dan heb je morgen de reunie. Dus dat is ook wel weer leuk om te zien. Van ja, zijn mensen nog? Zijn er überhaupt mensen bij elkaar? En ja, is het dan nog wat? Dus dat is wel, wel leuk. En verder heb ik mijn vlog in elkaar gezet. Ik heb nog even een spel gedaan. De vlog is verder helemaal af. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ging allemaal goed. Toen ben ik de laatste aflevering van mijn Netflix-serie gaan kijken. Die echt zo spannend eindigde. Dat je gewoon denkt, hier moet een vervolg van komen. Moet gewoon. Althans, je hoopt het gewoon heel erg. Maar ik denk het haast wel, want het is een hele goed bekeken serie. Echt een aanrader ook om te kijken op Netflix. Want hij is echt steengoed. Ik kan nog even opnoemen hoe die heette. Maar waarschijnlijk als ik nu die app erbij pak, waarin ik het bijhoud, geeft die wel de Engelse naam. Volgens mij was het Raspera of zo. Hij zegt dus... Breedless noemt hij het. Volgens mij was het Raspera. Maar ja, het is dus een ziekenhuisserie. En toen heb ik nog CSI gekeken. Was ook wel weer heel erg spannend. Toen ben ik naar bed gegaan, mijn boek gelezen. Helaas nog niet helemaal uit. Dus ik denk dat hij vanavond uitkomt. En ik heb nog weer een heleboel nieuwe boeken die ik nog erop moet zetten. Die ik weer kan gaan lezen. Dus super leuk. Ik heb even wat pakketjes. Die ga ik jullie laten zien. Dan ga ik een was aanzetten en neem ik jullie even mee. Want de slingers moeten er nog af. Daar had ik nog niet, was ik nog niet aan toegekomen. Dus dat ga ik even allemaal opruimen. Dus daar neem ik jullie dan wel eventjes bij mee. En dat is dan even de planning. En dan ga ik gewoon de woonkamer doen. Maar ik zal eerst even de pakketjes erbij pakken. Dan hebben we dat ook weer gehad. Zo, eventjes de pakketjes. Ik heb allereerst iets van make-up. Het was nu Sil namelijk. En daar heb ik nog wat van besteld. We hebben ook weer een proefmonstertje. En dat is een blue serum van Centella. Dat krijg ik bij de Boosie Shop. Ik moet eerst even het bandje iets strakker doen, want dat horloge dat vliegt overal. En dan heb ik gekocht. Kijk hoor. Openmaken. Dit stiek. Kijk, hij is heel erg. Maar daar kun je dus zo'n hele hoge staart mee maken. En er zit dus een soort van rubber in. Waardoor hij dus blijft zitten. Hij is wel iets lichter dan mijn eigen haar. Maar dan kan ik er wel een scrunchie overheen doen. Dit is dark blond. Maar goed, daar kun je dus een staart mee maken. Als het goed is. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Dat was allemaal in de uitverkoop. En het paletje van Harley Quinn van Essence. Deze was toen nog €2,95. Daarvoor wilde ik hem wel hebben. En die heeft deze kleur. Ik vond die andere ook wel erg mooi, maar die hadden ze niet. En ik dacht voor €2,95 vind ik het wel leuk. Ik heb de rest van de collectie niet gekocht.
Omdat ik het allemaal ja, niet het bijzonderste vond. Maar toen het paletje nog 2,95 was, dacht ik, nou, die vind ik wel leuk om te hebben. Dus dat is die. Ik zal het gelijk even terugstoppen. Dan heb ik nog een ander leuk oogschaduwpaletje. Hey, kijk. Het is van Revolution. Dat is een telefoontje. Hoe schattig is dat? Waarom krijg ik dat natuurlijk weer niet open? Want het zit weer vast. Ik zal het even openmaken. En dat is dus gewoon een ouderwetse telefoon. Die kun je dan zo openmaken. Het gaat echt fantastisch allemaal, jongens. Gosh. Ja, het is goed dat het allemaal vast zit hoor, maar oh, ik krijg het gewoon niet open. Ik zie ook bijna niks hier. Dat is misschien ook wel gewoon het ding. Oké, ik heb hem. En dan is dit hem. Dan heb je hier een spiegel en dan zitten er deze kleurtjes in. Ja, ik vond het wel heel schattig. Er zitten ook echt toetjes op. Hoe leuk is deze? Dus die vond ik wel heel erg leuk. Dus die vond ik leuk om te proberen. Dus die had ik ook. Ja, ik vind dat wel heel erg tof. Dan heb ik van de nieuwe nog wat. Ik wil het even openmaken. Ja, ik ben genoeg doos voor het oude papier in ieder geval. Kijken of ik dat ook een beetje op een normale manier open krijg. Want ja. Het is open. Want wat heb ik gekocht? Een t-shirt. Het is deze. Vanaf vandaag ligt er namelijk een heuse Emily in Paris collectie bij de Lidl. Maar ik dacht, als ik die wil gaan kopen op donderdag, heb je een hele grote kans dat die al weg is. Dus, ik heb deze van Emily in Paris. Ik vind hem echt heel tof. Het is er echt ingedrukt, niet erop volgens mij. Ik vind hem wel heel erg leuk. Dus ja, daar ben ik wel heel erg blij mee. Ik heb een maatje S, hij ziet er best wel ruim uit. En ik dacht, dat kan altijd ook nog leuk onder een blazer of zo, weet je wel. Dus daar ben ik wel echt super blij mee. Ik zag dus dat je het online kon bestellen. En ik dacht, ja, als ik nu ga wachten tot donderdag, dan heb je kans dat ofwel heel veel weg is of die maat eruit is. Dus ik dacht, nee, ik bestel hem gewoon alvast. En het laatste wat ik dan heb, zijn nieuwe laarzen. Ik heb ze gekocht bij Stijl Woerden. Stijl staat hem opgekomen in zo'n mooie verpakking. En ze zitten in een doos. Want wat heb ik? Deze cowboy boots. Ik vond ze zo leuk. Ik vind, het is natuurlijk helemaal een trend, de cowboy boots. Ik vind ze heel erg leuk. Het is wel, ja, ze ziet er echt super leuk uit. Dus ik zal ze zo even voor jullie aantrekken. Je had ze in meerdere kleuren, maar bij mij is zwart dan toch wel de voorkeur. Het is natuurlijk nep leer, het is geen echt leer. Maar je ziet het nu heel veel. En ik dacht, oh, de voering voelt ook lekker warm trouwens. Ik dacht, dat vind ik wel leuk voor straks met de winter, de herfst. En dan gewoon dat leuk combineren. Ik heb ook een paar korte, maar dit zijn dan lange. Maar ik zal ze even aantrekken en dan kunnen jullie even zien hoe dat eruit ziet onder een broek. Weet ik zelf ook niet, dus gaan we even kijken. Ik sta nu even in de slaapkamer en zo zien ze eruit. Ik heb nu eigenlijk zo'n broeklegging aan. En zo vind ik het mooi staan. Als ik hem denk ik onder een rok aan zou doen, zou het wel heel wijd zitten. Maar ik vind het zo heel leuk. Alleen het lijkt of ik hele grote voeten erin heb. Maar dat is echt niet waar. Maar ze zitten wel echt heel lekker. Ze zitten ook lekker warm. Ik vind het heel leuk staan. Ik vind het echt een leuke trend. Dus ja, leuke schoentjes voor de winter kun je goed oplopen. Het hakje maakt geen geluid. Dat vind ik wel jammer. Had ik wel leuk gevonden. Maar dat kun je op voorhand natuurlijk niet weten. Maar ja. Ze zien er leuk uit vind ik zelf. Ik hoop dat jullie het ook goed kunnen zien. Want zoals ik al zei. Normaal laat ik het in een andere spiegel zien. Maar vind ik mijn schoenen soms een beetje onhandig. Maar ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. Dus ja. Zit ook heel lekker. Vallen ook op maat trouwens. Dus ja. Heel blij mee. Thank you.
Zo, ik ben letterlijk net klaar, maar de woonkamer is weer helemaal lekker schoon. Ik heb het er wel warm van gekregen, want af en toe scheen het zonnetje en ik had een beetje ruzie met de slingers. Er zaten een paar in de knoop. Ik denk, ja, laat ik ze proberen maar wel uit de knoop te halen. Dan zit je de volgende keer dat je het wil gebruiken, dan denk je, oh ja, chips, het zat in de knoop. En dan moet je dan gaan pulken. Maar ik heb het allemaal losgekregen, dus dat is fijn. Alles is weer netjes opgeruimd en... Ja, het is ook wel weer lekker nu dat alles weer, weer lekker schoon en aan kant is. Ik word daar zelf altijd heel blij van. Mijn was die draait nog, die hooien. Die zal ook niet heel lang meer duren. Dan kan ik die nog eventjes verwerken. En dan ga ik zo eventjes eerst lekker relaxen. Want ik ben een beetje moe. Ja, het was toch wel weer even intens. En dan moet ik even de keuken nog een beetje opruimen. Maar dat doe ik wel even na het eten maken vanavond. Ik heb nu even niet zo heel veel puff meer. Ik moet nu eventjes nieuwe energie krijgen. Vanavond ga ik gewoon weer kijken naar Goede Tijden en uiteraard BNB Vol Liefde. En daarna nog even een spelletje doen. Dan ga ik de vlog uploaden. Hopelijk gaat het nu wel goed. En een thumbnail maken, mijn blogpost schrijven. Ik hoop nog even wat foto's bewerken van mijn blogpost voor vrijdag. Ja, en dan even kijken wat ik vanavond ga uitzoeken op Netflix. Ik weet het nog niet. Ik kwam heel toevallig gisteren bij RTL Lounge terecht in een documentaire. Dat ging over die Apple Store, die gijzeling van 2 jaar terug. En het was al bijna afgelopen. Toen zag ik dat het in samenwerking was met Videoland. Toen had ik het even opgezocht hoe dat heette. En toen kwam ik er dus achter dat dat zo heette. Dus die staat zeker nog op mijn lijst om te kijken. Omdat ik het gewoon wel interessant vind om te zien hoe de politie daar achter de schermen dan ook mee omgaat. Daar zijn ze nu ook wat duidelijker over geworden. Omdat het nu inmiddels natuurlijk alweer een tijd geleden is. En er komt als er ook nog een film van. Dus dat vind ik ook wel heel, lijkt me ook wel heel spannend. Verder ga ik zie je zij kijken en hopelijk mijn boek uitlezen. Dan ga ik lekker slapen. Ik ga nu in ieder geval lekker eventjes relaxen en wat drinken. En dan zou ik bij deze gewoon zeggen tot morgen. Want nu ga ik verder toch niks meer doen. Een hele goede middag. Het is vandaag donderdag. Het is 12 september. En ik ga me eventjes klaarmaken. Want ik moet straks weer boodschappen doen. Ik ga weer met een vriendin van mijn vader. Want mijn coach is nog met vakantie. De laatste week. Die komt volgende week weer. Dus nou, dan gaan we dat even zo doen. We gaan even langs de Action. Ik moet ook eventjes een cadeautje halen alvast voor mijn moeder. Want die is over 2 weken jarig. En dan wordt het ook gevierd uiteindelijk. Dat gaat ze samen doen met Frank. Dus nou ja, dat, dan heb ik in ieder geval alvast een cadeautje. En ja, dat is wel fijn. Dan moet ik even gewoon mijn boodschappen natuurlijk weer doen. En nu heb ik natuurlijk niet zoveel als vorige week, want nu heb ik verder van het weekend niks. Gisteravond heb ik gekeken naar Goede Tijden en daarna weer BNB Vol Liefde. Dat was de laatste uitzending en vanavond nog de reunie. Maar ik heb er een beetje een hard hoofd in. Ik twijfel een beetje hoe dat allemaal, ja... zo gaan. Er zijn uiteindelijk nu 3 koppels overgebleven. En dan is vanavond de vraag. Ja. Zijn ze nog met elkaar? Maar ik moet ook wel zeggen. Ik vond het allemaal een klein beetje onduidelijk. Maar dat maakt niet uit. Waar heb ik nou mijn... Ja, dat krijg je als je zoveel spullen hebt liggen. Dan zie je je concealer niet meer. Die ligt hieronder. Jawel. Dus nou ja, ik ben op zich wel benieuwd hoe dat dan vanavond afloopt. Daarna nog even een spelletje gedaan. En toen ben ik mijn blogpost geschreven. Heb ik de vlog ingepland. Nu had ik hem gelukkig goed opgeslagen. Dus nu waren er geen uploadproblemen. Ik dacht ook echt dat ik dat vorige week goed had gedaan. Maar blijkbaar toch niet. Nou ja, goed. Het is wel weer een wat frissere dag. Ja, ik vind het wel gezellig. Ik heb gisteravond al heel koud gehad. Ik ben op een gegeven moment gewoon onder een kleedje gaan zitten. Ik heb die roosters openstaan in huis, wat op zich natuurlijk heel lekker fris is. Maar je merkt nu ook nu het wat kouder wordt, dat gelijk die kou ook binnenkomt. Dus ik weet niet hoe lang ik ze open hou. Ja, ik ga nu natuurlijk nog niet stoken. Maar ja, ik ga ook niet als, het, als er echt heel veel kou doorheen komt, die roosters open laten. Ik heb een nieuwe Netflix-serie uitgezocht. Ik ben begonnen met The Perfect Couple. Die was nieuw op Netflix. Met Nicole Kidman is dat. En ik herkende gelijk één iemand. Toen dacht ik van, ja, waar zat je ook alweer in? Ik weet, ik wist eventjes. Ik kon het programma zo voor de geest halen. Maar ik kon even de naam niet meer vinden. Dat was uiteindelijk uit de Bold Type. En het was wel heel spannend. Want bij de eerste aflevering
Er wordt dus een huwelijk georganiseerd, maar dan wordt er ineens iemand doodgevonden. En ik vermoed dat dit een moord is of zo. Maar je wordt echt tot het laatste moment werd je echt in spanning gehouden wie het nou is. Want er gingen echt allerlei dingen door mijn hoofd. Zou die het zijn? Nou, dan zag je later, oh, die zijn het niet. Dus wie is het dan wel? Maar ja, ik vond het op zich wel een goede serie. Ik heb wel zin om verder te kijken. Dat was leuk. En daarna zie je zij. En dat was de laatste van dat seizoen. Dus dan moet ik weer met een nieuw seizoen beginnen. En toen ben ik naar bed gegaan, mijn boek uitgelezen. En toen kon ik vanavond weer een nieuwe starten. Ik had het gisteren nog wel kunnen doen, want ik kon nog wel even doorlezen. Ik had niet heel lang gelezen, maar ik dacht, nou, laat ik proberen te gaan slapen. Want ja, ik moest vandaag ook de wekker. En dan is het toch wel lekker als het allemaal goed lukt. Maar ik was al vrij vroeg wakker door stemmen buiten. Goed, ik ga hem even zelf verder helemaal afmaken. En dan neem ik je straks wel eventjes mee met boodschappen doen. Ik ben thuis van de boodschappen, dus ik zal even laten zien wat ik heb gekocht. Dan ga ik even opruimen. Ik heb allereerst voor zondag nog een keer satéetjes, want die vond ik zo lekker. Dus ik dacht, nou, kan nog wel een keertje. Dan heb ik voor maandag lekker kipfilet. Ik heb weer even spekjes gekocht. En slavinken. Met een patat. En aardappelschijfjes. En dan heb ik een broccoli. En chloor, die was bijna op. Muis wordt een beetje wild. Kattenbrokken. Chocomel. Even kijken, dan heb ik een paar dingen van Emily in Paris nog gehaald. Vond ik wel erg leuk. Ze hadden het t-shirt uiteindelijk nog wel gehad, maar goed. Ik heb de chocolaatjes, de lippenstiftjes gekocht. Die gunde ik mezelf wel, die vond ik lekker uit. Dan heb ik een lepel. Een roze. Dat is allemaal roze natuurlijk. Je had ook rood. Dus die. En er staat hier dan ook echt op Emily in Paris. Ik heb zo'n kwast. Want ik kwam er dus achter dat ik die laatst een keertje nodig had voor iets. En toen dacht ik, oh, die heb ik helemaal niet. Een garde.
ook roze. En een schuimspaantje. Dus, nou, dat. En ik heb ook nog de pyjama. Die vond ik leuk. En deze mooie. Deze was 1 euro. Deze poster. En het is de Eiffeltoren. Ik heb ooit een keer een... ja, dat is echt heel lang geleden. Toen woonde ik nog samen. Had ik een heel mooi schilderij hadden van de Eiffeltoren. Maar ja, toen gingen we uit elkaar. Toen moesten de dingen verdeeld worden. Nou, die werd meegenomen. En ik heb hem eigenlijk nooit meer kunnen vinden. Want IKEA had hem niet meer. Maar nu zag ik deze en die wilde ik graag hebben. Dan heb ik nog een leuk setje met sokken. Deze met maskertjes en feuntjes. Superleuk. En de bonen. En dat was het. Ik heb niet heel veel boodschappen gedaan. En ik had... voor mijn vader en zijn vriendin en hun kinderen had ik ook, vroeg ik ook of ze bonen wilden. Want dan had ik iets gegeven voor het meerijden. En dat vonden ze wel hartstikke leuk. Dus dat, die had ik dan even gegeven. Ik ga eventjes lekker opruimen. En dan... ja, ik zit nu al te kijken. Maar ik heb nu denk ik al een plek gevonden waar ik hem neer ga hangen. Die Eiffeltoren. Dus dat ga ik eventjes doen. En dan is het straks voor de katjes ook weer tijd om te eten. Dus ja, even gaan opruimen. Zo, ik heb alles even opgeruimd. De katjes zijn ook klaar met eten, dus dat is ook wel weer lekker. Dan ja, hebben ze dat weer mooi op. En dan ja, is het altijd eventjes een beetje politieagentje spelen. Want Mickey die eet zo snel en dan wil ze bij Muis mee eten. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling, want iedereen heeft zijn postje. En ja, je moet het ook niet naar binnen schrokken. Nu ga ik zo eventjes lekker relaxen. Met een beetje moe. Het was misschien op zich, ja, het was verder allemaal wel heel gezellig. En ja, viel op zich qua drukte nog wel mee, maar... ja, ik ben gewoon altijd een beetje moe, dus ga ik even wat drinken en ga ik even lekker relaxen. En dan ga ik straks lekker douchen en eten maken. En dan vanavond goede tijden en de reunie van de BNB voor Liefde. Ik hoop nog even verder te gaan met die blogpost foto's. Ik hoop dat het allemaal af krijg, maar moet ik even kijken of dat het lukt. Dus dat weet ik op voorhand natuurlijk nog niet, maar... moet ik even zien. Ik hoor allerlei geluiden buiten. Maar dat komt ook wel goed. Dan ga ik lekker verder met die serie op Netflix. The Perfect Couple. En daarna zie je zij het nieuwe seizoen beginnen. En dan ga ik lekker naar bed. Een nieuw boek starten. En dan ga ik lekker slapen. Dus dat is het ook. Ik ga even lekker mijn joggingsbroek aantrekken. Want ik heb nu mijn spijkerbroek nog aan. Kijk. Maar ik vind het gewoon lekker eventjes in mijn joggingsbroek op de bank. Want de spijkerbroek zit gewoon niet lekker. Het shirtje zit wel heel lekker trouwens. Die was van de Vibra. Heb ik toen een keer gekocht. Maar het zit wel heel lekker. Dus ja. Ik ben nog steeds wel blij met de herfst. En ook vind ik het niet erg om zout onder een kleedje te gaan. Dus nou ja, goed dat. Ik ga jullie dan in ieder geval gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Dus bij deze zeg ik tot morgen. Hele goede middag op deze vrijdag. Het is 13 september. Ik ben klaargemaakt. Ik kreeg dus een berichtje in de groepsapp van mijn moeder. Van ja, vrijdag de 13e. Ik was er heel niet meer bij stilgestaan. Nou heb ik dat bij geloof niet zo. Maar ja, ik vind het altijd grappig als daar weer even op geduid wordt. Ik had hem zelf even niet in de gaten. Het is 17 graden, maar ik had het zo koud dat ik net warme sokken heb aangetrokken. Mijn moeder zei het gisteravond al. Ik zei gisteravond tegen mijn moeder, ja, ik heb koude voeten. Ja, ze moet je warme sokken aantrekken, maar had ik nog niet gedaan. En nu had ik me aangekleed en ik had eigenlijk mijn gewone sokken aangetrokken. En toen merkte ik dat ik zulke koude voeten had. Ik dacht, nee, ik moet eerst die warme sokken aan. Ik wil eigenlijk nog niet mijn sloffen aan, omdat het natuurlijk nog niet eens officieel herfst is. En ik ben dan gewoon bang dat ik er straks met de winter niks meer aan heb. Dus ik heb vandaar gewoon nu eventjes warme sokken aan. Dat helpt ook al heel goed. Het zijn gewoon van die, kijk, van die... ik zal even zo laten zien, van die vlies sokken. Dan heb ik wel mijn eigen sokken nog overheen onderaan gehaald. Dat vind ik dan extra warm. Maar ja, dus ik wil eigenlijk nog even wachten met de sloffen. Gisteravond heb ik gekeken naar Goede Tijden. Na de reunie van BNB voor Liefde. Best wel verrassend eigenlijk. De uitkomsten allemaal van ja, toch dingen die je aan de ene kant niet had verwacht. En ja, best bijzonder. Ook wel dingen waarvan ik dacht, nou, dat had nou net niet in beeld gehoeven. Ik had sowieso al een beetje bij bepaalde mensen dat ik dacht van de baffactor, zeg maar. Gewoon omdat het een beetje vader-dochter leek. Maar dan hadden ze een relatie. En dan denk ik van, oh, jullie zijn zo kinderachtig samen. Maar goed, het was wel leuk om te kijken. Het duurde wel erg lang. Veel reclame erin. Ik had op een gegeven moment zoiets van, nou, nou is soms er ook wel een keer klaar. Want dan duurde het wel heel erg lang.
Ik heb daarna nog even een spelletje gedaan. Toen heb ik de foto's eigenlijk bewerkt. Als het goed is het klaar. Ik moet nog een paar laatste dingetjes. Ik hoop dat ik het allemaal red. Maar dat moet ik gewoon maar even zien. Ik probeer dat nu ook wel ietsjes meer los te laten. Als het niet afkomt, ja, dan komt het niet af. Dan komt het een dagje later. Want zoals vanavond moet ik ook de video gewoon weer editen. Dus, nou goed. We gaan gewoon wel weer zien hoe ver we komen. Daarna heb ik lekker weer de Netflix-serie gekeken. Ja, wel super, super spannend hoor. Ik vind het wel een mooie serie. Perfect Koppel kijk ik dus. Ik vind het alleen heel bijzonder om te zien. Is met Nicole Kidman. Dat ze zo'n heel strak getrokken gezicht hebt. Waardoor je heel erg het gevoel heeft dat ze heel veel aan haarzelf heeft laten doen. Want je ziet geen rimpel. Maar je weet gewoon dat zij... ja, volgens mij, ik denk dat ze zeker in de 50 moet zijn. Ik weet het niet zeker, maar dat denk ik haast wel. Zal ik het eens opzoeken hoe oud zij moet zijn? Want dan wil ik dat eigenlijk meteen weten. Hè? Zo irritant type ben ik. En ik weet nog, zij zat... Was zij dat vroeger in die... Ja, volgens mij wel. Oké, eerst eens even kijken. Ik ben ook gelijk alweer een beetje aan het snotteren en zo. Dat heb je ook wel snel. Moet ik het wel goed intypen? Ik wil weten hoe oud zij is. 57, ja. Ze heeft zo'n strak getrokken gezicht. Het is niet natuurlijk. Maar goed. En daarna zie je zij met het laatste seizoen begonnen. En helaas zit dit dan zonder Captain Jim Bruss. En ik vond het altijd wel een leuk personage. Dus dat is wel jammer. Maar goed. En daarna ben ik lekker naar bed gegaan. Heb ik een nieuw boek opgestart. En toen ben ik daarna ook lekker geslapen. Want ik was best wel moe. Nu ga ik zo meteen even hier stofzuigen en dan ga ik lekker de slaapkamer doen. Dus ik neem jullie mee. Ik vind het ook wel jammer dat ik mijn bed aan één kant weer moet verschonen. Omdat dat zo... Ik geniet er altijd heel erg van, maar dit dikbed lag zo lekker met dat hoeslaken. Maar goed, het is tijd om ook weer te verschonen. Want ik bedoel, dat hoort er ook bij. Dus ja, dat ga ik soms dan even doen. Ik had nu trouwens geen bloed met mijn knarsgebitje. Ik weet niet of ik dat gisteren had verteld. Maar ik had dus gisteren een beetje bloed met mijn knarsgebitje. Waarschijnlijk knijp ik hem zo hard fijn met mijn kiezen dat het een beetje in mijn tandvlees was gegaan. Maar dat was nu gelukkig wel goed gegaan. Maar mijn moeder zei wel, geef het wel even aan. Ik moet volgende week toevallig weer naar de mondhygiënist toe. Dus geef het maar wel eventjes aan. Dus dat ga ik wel eventjes doen. Maar het was gewoon even schrikken. Maar ik had het nu gelukkig niet. Dus dat is fijn. Goed, eventjes gewoon stofzuigen en wat dingetjes doen. En dan even nog een wasje aanzetten. En dan eventjes lekker de slaapkamer doen. Dan is die ook weer heerlijk schoon. Dat is ook altijd wel weer heel lekker. Dus ik neem jullie gewoon weer mee. Oké, de slaapkamer is weer schoon. Was wel lekker ook met die warme sokken. Maar er gebeurde even iets. Oh, ik wist niet hoe snel ik van mijn krukje af moest gaan. Ik stond dus op mijn krukje omdat ik mijn
parfumflesjes er allemaal af ging halen. En dan maak ik ook de plankjes schoon en dan gaan ze daarna weer terug op. Maar als ik dan op mijn krukje sta, kan ik dus ook een beetje naar buiten kijken. En vaak zie ik een beetje, soms ook wel eens een beetje omheen te kijken. Even kijken van, goh, wat is er buiten aan de hand, omdat het nu weer wat zonniger was. En nou, dat heb ik geweten. Dus ik zie zo'n man aankomen. Hij kijkt me ook recht aan. En het volgende moment staat hij tegen die boom aan te plassen. Nou, ik wist niet hoe snel ik van mijn krukje af moest komen. Want ik dacht echt, oh, dit is zo ranzig. Ik dacht, nou, probeer wel even in te schatten wanneer ik weer op mijn krukje kan gaan staan. Dat hij weg is. Ja, hè. Dan heb ik ondertussen even iets anders gedaan. En toen was het daarna, toen kon ik weer op mijn krukje. Maar oh, als je dat dan in één keer zo ziet, nee, dat was zo goor. Maar ook gewoon, hij wist gewoon dat ik het kon zien. Want hij keek me nog recht aan. Ja, dan hebben ze gewoon geen schaamte. Hij moest gewoon heel nodig. Maar ik vond het wel een beetje ranzig. Maar goed, de slaapkamer is schoon. Mijn bed is weer verschoond. Dus dat is allemaal lekker. Dus dat is wel weer heel fijn. Dus daar ben ik weer blij mee. De katten hebben net lekker gegeten. Ik heb de emmers en de stofzuiger weer opgeruimd. Dus dat is ook allemaal wel weer fijn. En nu ga ik zo even lekker relaxen. Eventjes lekker mijn joggingsbroek aan. Dan ga ik even relaxen op de bank. Ik heb wel altijd tegenwoordig thuis heb ik van die spijkerleggings aan, zeg maar. Ik vind het gewoon dat het zit dan toch lekker. Het is toch op zich netjes. Maar het is niet dat het je irriteert met een knoop of zo. Ik heb ook altijd met spijkerbroeken dat bij mij die ritsen die vliegen open. Ik weet het niet. Ik zou eigenlijk echt overal overal een ringetje aan moeten doen die je dan weer om je knoop heen kan doen. Maar mij vliegen altijd die ritsen open. Dus daar moet ik ook altijd mee uitkijken met boodschappen doen. Kijk, met mijn winterjas zie je het niet, want die is lang. Ja, als het nu met je leren jasje, dan zie je dat gewoon. Maar goed, dat is weer een andere discussie. Vanavond ga ik gewoon weer Hudson en Rex kijken. En even spelletje doen. Dan ga ik gauw aan de slag met de video en met de blogpost. Dan ga ik weer lekker de Perfect Koppel kijken. En daarna Scott en Bailey. Dan ga ik lekker naar bed om mijn boek verder te lezen. Dus dat wordt verder de avond niet bijzonder. Maar gewoon lekker een beetje relaxed. Dus ik ga bij deze dan ook gewoon zeggen tot morgen. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zie jullie morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 14 september, als ik het goed heb. 14 september. Ik ben klaargemaakt. Ik heb toch weer even mijn warme sokken aan. Omdat het zonnetje schijnt dat ik het een beetje koud. Ik heb gisteravond mijn oorbellen verwisseld. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Hier zit dan die nieuwe. Het deed behoorlijk pijn. Want ik merkte dat mijn oren heel opgezet waren door die andere oorknopjes. En er kwam een beetje een raar geurtje vanaf. Dus ik heb het eerst helemaal goed schoongemaakt met die piercing lotion. Toen heb ik deze erin gedaan. Ik merk nu al wel de roodheid is nu voor het grootste gedeelte weg. Maar ja, het was eventjes wennen. Want ik dacht eventjes van, oh, blijkbaar zijn is het gewoon een beetje gaan irriteren, die zweerknopjes. Ik mocht al wel even gaan verwisselen. Maar ik vind het op zich wel leuk. Ik twijfel alleen een beetje of deze niet te grof is. Maar nou, ik heb het voor nu even zo gedaan. Verder heb ik gisteravond lekker gekeken naar Hudson en Rex. Was weer super leuk. Super spannend ook. Hij ging undercover, die Hudson, in een gevangenis. Nou ja, best wel heftig allemaal. Ik heb daarna nog even lekker een spelletje gedaan. En toen heb ik mijn video in elkaar gezet. En mijn blogpost heb ik afgekregen. Het is gewoon allemaal gelukt. Ik was een beetje verbaasd van mezelf dat het allemaal gelukt was. Maar het lukte allemaal. Dus dat was super fijn. Daarna ben ik mijn Netflix serie gaan kijken. Toen nog eventjes Scott en Bailey. Toen ben ik lekker naar bed gegaan. Heb ik mijn boek gelezen. En ben ik ook eigenlijk lekker gaan slapen. Verder niet heel veel bijzonders. Dus dat was het ook eigenlijk wel. Ik weet het allemaal niet zo goed. Want verder is er gewoon weinig gebeurd. Ik ga nu zo even lekker stofzuigen en de bakken scheppen. En dan ga ik even lekker bovenaan de gang. Want daar heb ik echt zoveel zin in om weer wat te gaan doen. Omdat het nu afgekoeld is. En ja, ik vind het gewoon wel heel lekker. Ik ben wel even benieuwd hoeveel graden het nu is. Uh, 17. Maar de zon schijnt dus best wel. Ik moet nog even mijn blog en YouTube boek verder. Dus ik denk dat jullie daar even bij mening. Maar nu ga ik eerst eventjes lekker hier even gaan aan de gang. En dan eventjes lekker naar boven. En dan kan ik daar even lekker wat gaan doen. Dus dat is voor nu even de planning.
Zo, ik ben inmiddels klaar. De katten hebben net gegeten. Ik ben boven echt lekker bezig geweest. Maar ik had er ook heel veel zin in om ermee aan de gang te gaan. En anders natuurlijk ook anders, want dan voel je gewoon veel energie. Dat heb ik nu wel gekregen sinds het weer zo is afgekoeld. Want ja, met de warmte kon ik niks doen. Maar nu dacht ik echt, ja, ik vind het ook echt wel weer leuk om bezig te gaan. Dus ja, ik hoop eigenlijk misschien morgen nog even verder. Maar dan moet ik eventjes kijken, want er zijn ook weer wat andere klusjes die ik wil doen. Even lekker mijn blog en YouTube-boek bijgewerkt. Dat was ook wel weer fijn. Vind ik altijd wel weer lekker als ik een beetje bij ben. Dus die heb ik tot vandaag kunnen bijwerken. Want ik had vorige week niks gedaan natuurlijk. Omdat ik druk was met taart maken en ja, andere klusjes. Maar ik ben wel tevreden. Nu ben ik wel een klein beetje moe. Dus ik ga zometeen eventjes lekker relaxen. En dan straks lekker douchen en eten. En dan kijk ik vanavond gewoon weer lekker naar Terland de Zeeën in de lucht. En daarna weer eventjes Dirty Seconds. En dan ga ik lekker mijn nieuwe Mario spel doen. En ik denk dat ik het binnenkort ook even aan jullie ga laten zien. Ik vind dat zelf altijd wel leuk. En nou, ik word er wel heel erg blij van. Daarna ga ik eventjes mijn vlog voor het grote gedeelte in elkaar zetten. Misschien nog even wat dingetjes verder doen op de computer. Dan ga ik lekker verder met mijn Netflix serie en Lenny Lewinsky kijken. En dan ga ik lekker naar bed toe. Nu moet ik zometeen afsluiten, want mijn kaartje is bijna leeg. Ik heb echt nog 2 minuten om te filmen, dus die moet ik vanavond ook eventjes legen. Maar goed, ik ben wel tevreden voor vandaag en ik neem jullie onderhand een keertje mee naar boven. Dat roep ik al heel lang, maar als het echt een beetje zichtbaar is. Maar ik heb dan wel beelden gemaakt hoe het eruit zag en hoe het vordert, dus dat kan ik jullie dan tegen die tijd laten zien. Goed, nou, voor nu zou ik in ieder geval gewoon zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 15 september. Ik zit nog even op de bank. Ik heb een beetje last van mijn buik, maar dat komt ook uiteindelijk wel weer goed. Ik heb het best wel fris. Even checken hoeveel graden het is. Ik heb gewoon weer lekker die warme sokken aan. Die ziet wel echt heel erg lekker. Oh, het wil me allemaal. Zit me allemaal even niet mee, maar het komt goed. Even kijken. Het is 20 graden, maar zo voelt het niet. Dus op zich buiten, ja, de temperatuur is zacht. En dat kon ik ook wel merken, want ik zag ineens allemaal ouders lopen met kinderen. En die waren allemaal heel blij. Dus ik denk, nou, het zal wel lekker wandelweer zijn. Nou, dat blijkt dan ook wel. Maar ja, ik merk toch wel dat ik het gewoon, ja, toch wel flink fris heb. Maar dat maakt niet uit. Ik vind het ook prima zo. Gisteravond heb ik gekeken naar Terland de Zeeën in de lucht. En in de lucht, nou, er waren toch een paar vallen bij waarvan ik dacht, oh, dat lijkt me zo pijnlijk. Bij die ene ging gewoon echt die wagen over die persoon heen. Nou, uiteindelijk had hij niks gelukkig. Maar het zag er zo pijnlijk uit. En een ander die kreeg niet eens echt de kans om die baan af te gaan, want die vloog al zo over die reling heen. Oh, dat zag er zo pijnlijk uit, maar nou ja, uiteindelijk dan steken ze de duimen weer omhoog en dan gaat het allemaal wel goed. En er is ook allemaal in het water zitten ook allemaal boten en mensen die dan gelijk die mensen ook weer uit het water halen. Dus dat was op zich prima. Ik heb ook even Dirty Seconds gekeken en lekker Mario gespeeld. Dat was echt super leuk, soms ook wel lastig. Ik heb voor Peach gekozen. Peach is mijn lievelings personage bij Mario. Dus die heb ik gekozen. Daar was ik mee aan het spelen. Soms word je niet heel dik. Dan word je een olifantje. Echt super grappig. En dan moet je gewoon die muntjes verzamelen. Echt wel super leuk. Maar soms ook wel moeilijk. Dan moet ik echt een paar keer over een level doen. Maar het is wel echt een leuke afwisseling zo. Dat je ook echt wel met zo'n spel bezig bent. De vlog is voor het grootste gedeelte af. Dus dat is ook allemaal goed. En nog even wat dingetjes op de computer gedaan. Toen ben ik lekker mijn Netflix serie gaan kijken. En daarna weer Danny Lewinsky. En toen ben ik lekker naar bed gegaan. Heb ik weer lekker een deel van mijn boek gelezen. Maar ik denk dat die vandaag of morgen nog wel uitkomt. Want ja, het leest wel lekker weg. Gewoon echt een leuk boek. Het boek speelt zich ook af in Nederland. Vind ik zelf altijd wel, wel leuk. Soms heb je dan nog wel herkenbare dingen waarvan je denkt, oh, dat heb ik zelf wel eens gezien. En ja, dat vind ik altijd wel leuk. Nu ga ik zo even de groenten afhalen en stofzuigen. Straks gewoon de foto's maken. Helaas natuurlijk geen Ajax, omdat het is afgelast. Dus dat vind ik wel jammer. Gelukkig spelen ze woensdag.
En ja, maar eventjes kijken hoe het nu verder gaat. Of dat er nog stakingen komen. Ik weet het allemaal niet. We zullen het wel meemaken. Dus ik laat straks even de fotospullen zien. Maar nu ga ik eerst eventjes lekker aan de gang. Daar word ik zelf ook weer wat warmer van. Dus ja, dat ga ik nu eventjes doen. Zo, ik heb fotospullen gepakt. Ik heb hier een BB cream van Kruidvat die ik ga fotograferen. Ik doe het nu even staan, want daar zit het precies voor. Ik heb hier twee Sun Melted Cream Bronzers van Catrice die ik even ga fotograferen. Oh, dan ga ik er even bij zitten. Dat is net iets makkelijker. En dan heb ik hier de Live Life in Coral Collection. Dan heb ik hier de Mattifying Powder. De nagelstickertjes. De prachtige... dit was die... het lipmasker. Zo mooi. De blush stick. Blush lighter stick is dit. De blauwe mascara. Heel spannend. De lipgloss. De lipolie. En als laatste de... die powder sponsjes. Dus hier ga ik nu eventjes lekker foto's van maken. En dan is dat ook klaar. En van deze collectie komt nog een video online. Zo, ik ben weer klaar. Ik heb de groenten helemaal netjes afgehaald. Toen ben ik met de vriezer aan de gang gegaan. Er zaten best wel dingen in die er eigenlijk veel te lang in zaten. Dus dat heb ik er gewoon maar uitgehaald en weggedaan. Ik heb jullie daar ook niet bij meegenomen, want ik dacht ik doe dat gewoon eventjes snel. En ja, dat is wel redelijk gelukt. Dus ik ben op zich wel tevreden hoe het er nu uitziet. Dus dat is wel weer een fijn gevoel dat ik toch weer een klusje klaar heb. En morgen wordt de bak ook gelegd, dus dan is het ook meteen weg. Dus ja, daar ben ik wel heel blij mee. Verder gewoon lekker de foto's gemaakt. Ging niet helemaal soepel, want ik zag op een gegeven moment dat mijn batterij bijna leeg was. Ik denk, oh chips, ik hoop dat ik het red, maar ik heb het wel gered. Dus dat is wel fijn. En nu hebben de katten net lekker gegeten. Ik had even shampoo gepakt van boven en eventjes... een rolletje toiletpapier en keukenrol. Dus nou, dat heb ik ook allemaal weer. Maar op zich was het wel een lekker zondagje zo. Dus ik ben wel blij dat ik dat weer gedaan heb. En ja, hoewel het natuurlijk wel zonde is dat je soms dingen dan moet wegdoen. Maar ik moet gewoon, ik wil het nu ook gewoon anders gaan doen. Ik wil alles weer in bakjes gaan stoppen. Dan eventjes een etiketje erop wat erin zit. Dan weet ik het precies. Dat is gewoon makkelijker dan al die zakjes. Staat ook netter. En het geeft wel weer... ik kan wel weer in mijn hoofd even zo'n vinkje zetten van check, heb ik weer gedaan. Nu ga ik zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik Alberto Stegeman. Dan ga ik daarna nog even die Alles Kunnen kijken. Want Alles Kunnen Vips begint ook over niet een hele lange tijd alweer. En dan ga ik nog even lekker verder met Mario. Foto's bewerken. Misschien nog even wat boeken aan mijn e-reader toevoegen. Dan ga ik lekker mijn Netflix-serie kijken en weer zie je zij. En mijn nagels moet ik nog lakken. Moet even een beetje geveld. Dan ga ik lekker naar bed mijn boek lezen. En dat wordt het dan ook. Ik moet alleen nog even mijn foto's importeren. Heb ik nog niet gedaan. Dus dat doe ik ook meteen vanavond even. Goed, dat wordt dus mijn planning. Ik ga dat eventjes nu lekker doen. En dan zou ik bij deze gewoon zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is vandaag 16 september. Ik ben klaargemaakt. En het is behoorlijk aan het waaien. Er hangen ook echt wel donkere luchten. Dus ik denk dat er nog wel een regenbuitje komt. Ik heb niet fantastisch geslapen, want ik had een beetje last van geluidsoverlast vannacht. Dus ja, dat was niet echt fantastisch. Dus dan slaap je gewoon niet echt goed. Ik heb gisteravond naar Alberto Stegeman gekeken. Was echt heel erg spannend, want hij ging dus weer proberen om binnen te dringen bij een kazerne van de militairen. Hij zou langs een poortje heen kunnen, omdat het dus niet zo goed beveiligd wordt. Er zijn dus zijingangen waar je dus in kunt. Maar hij was te lang en hij paste er niet tussendoor. Dus hij heeft het een paar keer geprobeerd, maar dat ging hem dus niet lukken. Maar hij had dus iemand die had zich daar gemeld. Die wilde ook anoniem blijven. Die heeft dus voor Defensie gewerkt en die wist dat dus. En die had ook nog een pasje. Die had hij heeft toen wel... een brief gekregen dat hij dat in moest leveren, maar omdat er toen al uitzendingen zijn gemaakt van Alberto Stegeman, toen dacht hij, ik ga eens kijken wat er gebeurt als ik dat pasje niet inlever. Komen ze dat pasje ophalen of vorderen ze hem echt terug? En dat is dus nooit gebeurd. Nou, het pasje werkte inmiddels niet meer, maar hij paste dus wel tussen dat poortje door. Ik denk anderhalve minuut was hij binnen. En ja, het werd gewoon niet gezien, want er schijnen dus wel camera's te hangen. Maar er kwam ook niemand aan van wat hij aan het doen was. Hij kon gewoon dat terrein op en hij kon er ook heel makkelijk weer uit. Dus ja,
best wel schokkend, zeg maar, dat het nog steeds niet op orde is na een aantal uitzendingen. Want hij is in 2008 er al mee begonnen met uitzendingen erover maken. Toen heeft hij zelfs een lege voertuig naar buiten kunnen rijden, maar het is nog steeds niet opgelost. Dat was wel spannend. Daarna heb ik nog even de alles kunnen gekeken, ben ik lekker weer Mario gaan spelen. Ik heb mijn nagels gelakt, ze zijn groen. En daar heb ik eventjes kijken, want ik had hem net hier liggen. Zit ik er nou weer bovenop of zo? Ik heb hem net meegepakt. Hé, hey, waar is die? Oh, hij is hier. Ik heb een lakje van Essence Hidden Jungle, een effecten nagellak. Deze heeft dus een metallic effect. Dat is dus deze, met de naam 06 Magical Emerald. Ik vind hem wel leuk. Ik ben ook benieuwd hoe lang die mooi blijft zitten. Maar ik vind het wel leuk. Leuke dekking ook. Dus ik ben er wel blij mee. Toen ben ik mijn foto's gaan bewerken. Ik moet nog even één nieuw fotootje maken. Want die was een beetje wazig. Maar dat is niet veel werk. Dat is allemaal gelukt. Toen heb ik nog even wat computerdingetjes gedaan. Toen ben ik verder gegaan met de Netflix serie. Laatst vanavond de laatste aflevering. Ja, ik ben heel benieuwd. Vanavond duurt hij ook wat langer. Ik geloof ruim een uur. Dus ik ben heel benieuwd hoe het nu eindigt. En wat nou uiteindelijk, ja, wie erachter zit. Het is echt een aanrader, deze serie. Het is echt, echt spannend. The Perfect Couple dus. En ik zei jullie dus ook van dat ik het zo zonde vind van het gezicht van Nicole Kidman. En toen ben ik dus op gaan zoeken wat zij aan zichzelf zou hebben laten doen. Maar zij beweert zelf dus dat ze niks heeft laten doen. Dat het komt door overmatig gebruik van een bepaalde crème. Ze heeft ooit een keer botox gebruikt, maar dat doet ze niet meer. Ik kan bijna niet geloven dat je zo'n strak gezicht krijgt van een crème. Je zag inderdaad nu hier en daar wel bij de ogen wat rimpeltjes en heel licht in het voorhoofd. Maar net of ze gewoon bijna fronsen of zo, kan zij volgens mij niet. Je kan mij niet wijsmaken dat zij niks aan haar gezicht heeft laten doen. Maar goed, ik ben geen expert, maar als je er op je 57 zo uitziet, het is niet natuurlijk. Toen heb ik CSI gekeken. En dat was spannend. En toen ben ik naar bed gegaan, heb ik mijn boek uitgelezen. En daar baalde ik van. Want het schijnt dus te komen vervolgen op. En dat wist ik niet. Ik dacht dat het een opstaand verhaal was. Dus zat ik net lekker in dat boek, werd het net ook nog weer eventjes een beetje spannend. Was hij uit. Dus ik weet niet wanneer het vervolg komt. Want dit boek is van juli, dus dat zal wel eventjes duren. Maar dat vond ik wel echt super jammer. Maar ik ben wel gelijk een nieuwe gestart. Dus nou ja, dat toen ben ik gaan slapen. Ik ga nu zo eerst even een was aanzetten en de boel hier lekker doen. Ik moet nog een was opvouwen. Er zijn genoeg klusjes te doen, dus ik neem jullie gewoon weer mee. Dus ik ga even muziek aanzetten en dan eventjes lekker aan de gang. Ik ben klaar. Alles is weer lekker schoon. Het is wel weer een fijn gevoel. Pakken zijn weer schoon. De gang is er helemaal schoon. De douche is schoon. Dus ja, dat is allemaal wel weer heel erg fijn. Daar word ik altijd wel weer blij van. Was hangt zelfs al. De was is opgevouwen. Dus nou ja, wel weer genoeg gedaan. En de katten hebben nu lekker hun eten op. Dus dat is ook wel weer fijn. En nu ga ik zo meteen eventjes lekker relaxen. Want ik heb heel erg buikpijn en ja, ik moet gewoon eventjes in de relax-modus en dat komt ook wel weer goed. Maar het is nu gewoon eventjes vervelend dat ik zo last van mijn buik heb. Maar verder op zich wel lekker dagje gehad. Alleen ik kreeg het op een gegeven moment best wel warm. Maar ja, dat hoort er misschien al een beetje bij. Ik ga zo dus eventjes lekker relaxen en dan straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik gewoon goede tijden en dan ga ik beginnen met de Meilandjes. Want dat had ik opgenomen, want het kwam nog net in de periode dat DNB verliefd op tv was. Dus dan ga ik nu gewoon beginnen bij aflevering 1. Dat ze, ze gaan in een camper. Ik weet nog niet of het heel leuk wordt. Ik ga het wel zien. Ga ik daarna nog even lekker een spelletje doen. En dan kan ik mijn blogpost schrijven. Nog even dat fotootje maken. Maar dat zal ik straks eerst even doen. Maar dat is alleen maar de naam. Dus dat is niet heel veel werk. Die hoef ik verder niet meer te bewerken.
Nou, dan ga ik daarna lekker mijn laatste aflevering van mijn Netflix-serie kijken. Ik ben heel benieuwd hoe het eindigt. Ik heb ergens zoiets van, hoe zit nu alles in elkaar? Want alles wordt wel wat duidelijker, maar soms had ik ook zoiets van, oh, is het nou nu of is het eerder gebeurd? Maar we gaan er vast achter komen. En daarna lekker zie je zijn, dan ga ik naar bed toe, mijn boek lezen en dan ga ik ook lekker slapen. En dan hoop ik dat ik iets beter slaap. Ik slaap nu ook weer zonder de ventilator aan, want het is natuurlijk niet meer nodig. Maar het soms eventjes wennen, maar dat komt ook wel weer goed uiteindelijk. Dus dat wordt eigenlijk mijn avond. Maar nu eventjes lekker wat drinken, eventjes op de bank, want ik heb echt heel erg last van mijn buik. Dat je soms gewoon, als je bezig bent, dan gaat het wel. Maar zodra je stil gaat zitten, wordt het weer heel erg. Maar dat komt uiteindelijk wel weer goed. Ik ga bij deze in ieder geval zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 17 september. Ik ben klaargemaakt en vandaag is het Prinsjesdag. Ik heb net een heel klein stukje van de koning gezien. Die zaten in de koets en ze waren aan het zwaaien op dat balkon. Ik kijk het eigenlijk nooit. Ik dacht, goh, laat ik het eens aanzetten. Hè? Laat ik het ook eens een keertje doen. En best wel veel mensen. Er was nu ook geen gejoel. Dat was voor het koningshuis natuurlijk wel fijn. Want het was de afgelopen jaren is er best wel veel gejoel geweest. Ja, van de troonreden. Ze hebben wel wat stukjes laten zien. Maar het is allemaal een hele moeilijke taal waar ik toch geen touw aan vast kan knopen. Dus de taal, dat snap ik niet wat er allemaal gezegd wordt. Dus kijk vanavond het nieuws wel. Dan wordt het vaak net iets makkelijker uitgelegd dan de taal die de koning spreekt natuurlijk. Maar het was wel eens leuk zo'n stukje ervan te zien. Maar of we er echt op vooruit gaan, betwijfel ik. Ik ben er bang voor. Meestal niet. Meestal gaan we er alleen maar op achteruit. Ik heb gisteravond gekeken naar Goede Tijden. Wat zit jij te ruiken? Nou, zij zit altijd overal aan te ruiken. Je snapt soms niet wat. Ik heb even geroken, maar ruikt niks hoor. Maar hun hebben natuurlijk een sterk neusje. Moet ik zeggen dat ik ook wel een sterke reukvermogen heb. Mijn coach zegt dat altijd. Dan ruik ik iets en dan zegt mijn coach, oh, wat heb jij een sterke neus? Ik zeg, ja, weet niet. Ik heb dat heel snel. Zoals ik aan het vertellen. Ja, ik had Goede Tijden gekeken. Daar ben ik begonnen met die Chateau Meiland onroet. Op zich wel leuk hoor, maar ik had toch bij die man. Ik begin me een beetje te irriteren aan Maxime, want ze heeft altijd een hele grote mond. Ik weet niet, bepaalde dingen dat ik gewoon denk van, het is een irritatiefactor bij haar. Dat heb ik bij de anderen minder. Ik snapte ook niet helemaal dat je zo lang eigenlijk zonder je kinderen op reis kunt gaan. Ze gaan eerst 3 weken, toen zijn ze teruggekomen. En dan zijn ze later nog weer 3 weken gegaan met de kinderen erbij. Maar, nou ja, haar man zag er ook best wel tegen op 3 weken alleen met de kinderen en zo. En alles regelen en werken. Nou ja, ik weet het allemaal niet. Maar goed. Ik moest op zich wel lachen hoor, vooral ook om die broer van Martien en in die camper, dat ging natuurlijk gelijk allemaal mis. Ik krijg er altijd een beetje claustrofobische neigingen van. Het is een heel klein campertje. Ik denk, goh, als je daar met z'n vieren dan een beetje rond moet scharrelen. Nou, ik word er echt een beetje claustrofobisch van. Daarna heb ik even een spelletje gedaan en toen ben ik mijn blogpost gaan schrijven. Ik zag dat er een nieuw persbericht was binnengekomen van Essence, maar die was in mijn spambox beland, waar ik niks van snap. Zat er dus al een week in. Dat begrijp ik niet, want ik heb het nooit bij spam staan. Dus ik heb hem eerst weer naar de gewone mail gedaan. Ik moet wel gewoon allemaal in mijn gewone mail krijgen, dat is gewoon beter. Dus dat is gelukt. En toen, die heb ik net niet helemaal afgekregen, want toen wilde ik mijn serie gaan kijken, want die duurde ruim een uur, wat ik gisteren al vertelde. Nou, zo spannend. Ik had het einde niet verwacht. Al heb ik nog wel steeds vraagtekens. De vraag bij mij blijft een beetje, waarom? Dat begreep ik niet helemaal. Waarom deze vrouw nou in feite vermoord is? Dat begreep ik dus nog steeds niet. Mocht je de serie gezien hebben, denk je, ik begrijp het wel. Zou je het me willen uitleggen in de comments? Ik luister er graag naar. Ik lees het heel graag, moet ik zeggen. Want ik snap het einde niet. Ik snap niet waarom zij vermoord is, nog steeds niet. Maar oké, het is wat het is. En daarna zie je zijn. Dat was ook super spannend, want er was een soort van ziekte uitgebroken. En daar waren de 2 van mogelijk besmet van het CSI-team. Dus die moesten in quarantaine. Dus het was wel heel spannend of dat ze natuurlijk besmet zouden zijn of niet. Maar het was ook nog wel ingewikkeld. Maar uiteindelijk ook wel mooi. Toen ben ik lekker naar bed gegaan, ben ik lekker mijn boek gaan lezen. Ik kwam er eventjes eerst moeilijk doorheen. En nu zit ik er helemaal in. Ik kan me er helemaal op verheugen om weer lekker in verder te gaan. Ik vind het zo lekker. Dat zijn echt genietmomentjes voor mij. Dat ik dan alweer denk, oh, ik ga naar bed. Ik ga lekker mijn boek lezen.
me helemaal leuk. En het rook ook nog eens super lekker. En dan komt ze al met dat nekje naar je toe. Van spuit even parfum. Maar zo blij met zo'n parfum. Zij is zo blij ook met kleine dingen. En ik ben zo blij dat hun ook zo opgevoed worden. Dat ze dat ook kunnen waarderen. Want ik heb dat zelf ook. Zo'n tekening die Lente voor me maakt. Ja, ik ben daar gewoon heel blij mee. Ik vind het super leuk. Maar goed, we dwalen een beetje af. Ik ga even stofzuigen. En dan ga ik de video opnemen. En daarna ga ik even lekker diamond painten. Daar heb ik wel weer zin in. Ik word er altijd lekker rustig van. Ik heb nog steeds wat last van mijn buik helaas. Maar goed, ik hoop dat het de komende dagen wat minder wordt. En ja, dat is allemaal dan wel weer fijn. Dus dat ga ik eventjes lekker doen. En dan ja, heb ik ook wel weer een lekkere middag. Dus ik neem jullie straks mee met diamond painten. Maar nu eerst eventjes hier de boel doen. En zorgen dat alles lekker weer eventjes aan kant is. En kattengrit vrij. Klaar, ik heb zelfs twee video's op kunnen nemen. Dus ik hoop dat het een beetje goed is gegaan met het zonlicht. Want die kwam er een beetje doorheen. Dus ik hoop dat het allemaal goed is gegaan. Dus ik moet het wel even nakijken. Maar ik heb ook al de boekenvideo opgenomen. Want die moest ik ook nog doen. Ik wist niet wanneer ik die anders kon doen. Nou, valt er hier iets op de grond? Nou, moet ik zo even kijken wat dat is. Ik weet niet wat het is. Maar goed, op zich, het is allemaal wel weer gelukt. En diamond painting was ook wel even fijn. Maar ik heb nu best wel wat hoofdpijn. Ik weet niet wat het is. Een beetje druk misschien. Maar ik zal zo even een aspirintje nemen. Dan ga ik even lekker relaxen. Want ik heb nog steeds last van mijn buik. En ja, nu die hoofdpijn erbij. Dus dat is allemaal niet zo heel erg prettig. Maar goed. Nou, ik ga straks in ieder geval na het relaxen even lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik gewoon goede tijd. En dan ga ik 4 handen op 1 buik kijken. Want dat is ook weer begonnen. En ik heb er wel 2 opgenomen. Maar nu kan ik vanavond gewoon kijken. Even een spelletje doen. Ga ik mijn vlog afmaken en mijn foto's bewerken. Dan ga ik verder met Emily in Paris. Dat staat natuurlijk erop. Dus ga ik die laatste deel van het seizoen kijken. Laatste afleveringen kijken. En dan ga ik nog even zie je zij kijken. Dan ga ik lekker naar bed. Ik ben nu al een beetje moe. Ik weet niet hoe het komt. Maar goed, dat heb je soms gewoon. Soms slaap je een beetje diep en dan droom je raar. En dan ben je ook een beetje moe. Ik ga in ieder geval voor nu de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Drop het rondje met mijn gezicht en druk op mijn kanaal zelf. Er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ja, ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!